Meneer de Rector Magnificus, geachte collega's, vrienden, familie. Het is mij waar genoegen en een grote eer om vandaag hier aan de Radboud Universiteit mijn inaugurele reden uit te spreken waarmee ik het ambt van de hoogleraar in de cognitieve, affectieve neurowetenschappen aanvaard. Onder druk wordt alles vloeibaar. Sommige mensen stijgen boven zichzelf uit, anderen gaan gebukt onder stress en ontwikkelen stressgerelateerde klachten en soms psychische aandoeningen zoals angststoornissen en depressie. We hoeven de kranten er maar op open te slaan of onze apps te openen en de alarmerende berichten vliegen ons om de oren. 1 op de 6 werknemers kampt met burn-out klachten. Heel veel jongeren kampen met stress, met eenzaamheid, verergerd ook door de coronapandemie. En we zien een stijging van het aantal psychische aandoeningen. Is het nu echt zo erg, kunnen we ons afvragen. En daarvoor kunnen we kijken naar de cijfers van de WHO, die één keer in de zoveel jaar onderzoek doet over de hele wereld naar de ziektelast. Dus het aantal verloren productieve levensjaren door alle medische aandoeningen. En we zien dat de stressgerelateerde aandoeningen zoals angststoornis en depressie helemaal bovenaan staan en ook een lichte trend laten zien. En dan zouden we kunnen zeggen, nou, misschien is er geen sprake van een pandemie en een enorme stijging op dit moment. Maar dat leidt misschien af van het feit dat de cijfers altijd al heel erg hoog waren, heel erg hoog blijven en dus ook eigenlijk niet aan het dalen zijn. En dat ondanks hele grote investeringen die we hebben gedaan over de jaren in onderzoek naar stressgerelateerde aandoeningen, naar de hersenmechanismes die daar aan ten grondslag liggen. En blijkbaar zijn we daarin tot op heden niet succesvol geweest. Ikzelf studeerde psychologie in de jaren 90. En dat decennium werd door de toenmalige Amerikaanse president Bush uitgeroepen tot het decade of the brain. Er was een opkomst van allerlei nieuwe technieken voor hersenonderzoek en het leidde tot een heel groot optimisme dat het begrijpen van de hersenen binnen handbereik lag en dat we daarmee de sleutel in handen hadden om eindelijk te begrijpen wat er mis is bij psychische aandoeningen in de hersenen en dus ook wat we daaraan zouden kunnen doen. Het leidde tot een huwelijk, een beetje een ongemakkelijk huwelijk tussen de psychologie aan de ene kant en de biologie aan de andere kant, die samen gingen werken op dat gebied. En dit leidde weer tot de geboorte van mijn vakgebied, de cognitieve en de affectieve neurowetenschappen. En de doelstelling van het vakgebied is te begrijpen hoe psychologische functies, zoals waarneming, zoals geheugen, zoals aandacht, taal en denken, maar ook stemming en emotie, op een of andere manier voortkomen uit een complex samenspel van 100 miljard neuronen die we in onze hersenen hebben. En nog eens een veelvoud daarvan, tienduizenden kilometers aan verbindingen tussen die neuronen. Het is een enorme ontdekkingstocht geweest over de afgelopen 25 jaar. En ik mag wel zeggen dat het op veel vlakken ook een enorm succes is geweest. Sommige psychologische functies bleken heel erg goed te lokaliseren, zoals bijvoorbeeld taal en waarneming. En andere functies, zoals het geheugen bijvoorbeeld, bleken eigenlijk heel anders te werken dan we dachten. En in plaats van dat we één plek vonden waar het geheugen zat, leerden we dat het geheugen eigenlijk meer een eigenschap is, dat zich verspreidt over allerlei verschillende systemen door de hersenen heen. Hadden we hiermee nu de sleutel in handen voor het begrijpen van psychische aandoeningen? We hebben geleerd dat symptomen die we zien bij psychische aandoeningen, redelijk goed te linken zijn aan afwijkingen in de hersenen, zoals hier uitgebeeld. Echter, het bleek ook dat psychische aandoeningen eigenlijk meer bestaan uit clusters van deze symptomen, zoals we hier zien, die ook vaak met elkaar overlappen, waardoor het heel moeilijk bleek te zijn om specifieke afwijkingen te vinden voor specifieke stoornissen en aandoeningen, waardoor het dus heel moeilijk was om diagnostiek te doen op basis van hersenafwijkingen. Daarom hebben we in ieder geval in het onderzoek
een nieuwe benadering gekozen waarin we eigenlijk die klassificaties van aandoeningen een beetje achter ons laten. We noemen dat een transdiagnostische benadering, dus een diagnose overstijgende benadering. En wat wij daarin doen is meer kijken naar de symptomen en hoe die verklaard kunnen worden uit de onderliggende systemen in de hersenen. En de hoop daarbij is dat we daarmee aanknopingspunten hebben voor meer gerichte behandelingen nu en in de toekomst. En dat noemen we precision medicine, ofwel precision medicine in de psychiatrie. Dus het gericht behandelen op basis van mechanistische kennis. We moeten echter constateren dat het op dit moment nog niet heeft geleid tot de gewenste doorbraak. En mijn stelling voor vandaag is dat we de aandacht moeten verleggen van alleen het begrijpen van die mechanismes naar het begrijpen van hoe die afwijkingen zelf eigenlijk tot stand komen. En ik zal dat proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Nederland krijgt in de komende jaren te maken met een stijging van de zeespiegel. En dat heeft te maken met het smelten van de ijskappen in Groenland en Antarctica. En we snappen dat mechanisme. We weten hoe hogere temperatuur leidt tot smelten, tot meer en warmer water en dus tot volumestijging. En daarvan gaat de zeespiegel omhoog. Wat zouden we hier nou moeten doen? Moeten we proberen om die ijskappen koel te houden? Het afsmelten van ijskappen is eigenlijk wat we noemen een proximate verklaring voor stijging van de zeespiegel. Dus een verklaring voor hoe het mechanisme op dit moment causaal observeerbaar werkt. Echter, het afsmelten van deze ijskappen wordt natuurlijk uiteindelijk veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen, wat leidt tot meer CO2 in de atmosfeer. Dat blijft hangen en dat houdt de warmte van de zon meer vast, waardoor de temperatuur omhoog gaat. En dat noemen we een ultimate verklaring. Dus een ketting van gevolgen naar oorzaken naar weer nieuwe gevolgen. En we kunnen natuurlijk interveneren op die proximate mechanismes, dus de ijskappen gaan koelen. Maar het is veel effectiever om eerder in die causale ketting te interveneren en te richten op die ultimate mechanismes. En daarom voeren we klimaatbeleid op fossiele brandstoffen en niet op ijskap. Waarom? Vertel ik dit nu. De analogie met hersenmechanismes is dat wanneer wij onderzoek doen naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan symptomen die we nu kunnen observeren, we eigenlijk kijken naar proximate mechanismes. En hoe goed we die ook begrijpen, op zich zegt dat nog niks over hoe die tot stand komen. Dus over het ultimate mechanisme waarmee die afwijkingen ontstaan over de tijd. We kunnen behandelingen richten op het proximate mechanisme. Dus bijvoorbeeld bij een angststoornis en een angstsymptoom ons richten op de neurale substraten van angst. Ook wel de amandelkern, de amygdala wordt dan vaak genoemd. Maar dat is eigenlijk net als het koelen van die ijskappen een vorm van symptoombestrijding, hoewel een heel erg geavanceerde vorm van symptoombestrijding, maar nog steeds symptoombestrijding. Dus mijn stelling voor vandaag is dat wij de aandacht moeten verleggen van die proximate mechanismes naar ultimate mechanismes. En dus moeten proberen te begrijpen hoe afwijkingen ontstaan over de tijd heen. En dat vereist, is mijn stelling, een iets andere blik op psychische aandoeningen, die ik nu wil uitleggen. Natuurlijke selectie zorgt over generaties dat organismen zich kunnen aanpassen aan stabiele factoren in de omgeving. Bijvoorbeeld generaties van mensen die leven in gebieden waar veel zon is, die zullen meer melanine in hun huid krijgen. En dat beschermt tegen UV. Dat is dus gezond. En dat noemen we dan een adaptatie. Sommige factoren zijn minder stabiel. En selectiedruk kan er dan voor zorgen dat er ook een mogelijkheid is om aan te passen tijdens het leven. En dat zijn dan aanpassingen die eigenlijk blijven binnen de marge van de verwachte omgevingen die een organisme is tegengekomen over vele generaties heen. Bijvoorbeeld in de huid zien we ook dat de pigmentatie van de huid kan reageren meteen op blootstelling aan de zon. Dus we worden bruin als we in de zon zitten. Dit soort aanpassingen zien we overal door het brein heen.
En het belangrijkste voorbeeld natuurlijk is het geheugen. Het geheugen zorgt ervoor dat wij dingen kunnen onthouden en ons aanpassen aan veranderende omgevingen. Als de omgeving altijd hetzelfde zou zijn, zouden we misschien helemaal geen geheugen nodig hebben. Het aanpassingsvermogen van het brein is breder dan dat. We zien dit soort systemen op moleculair niveau, op neuronaal niveau, op het niveau van grootschalige netwerken. Overal zien we dat het systeem zich kan aanpassen aan veranderingen in de omgeving. En we zouden dus kunnen stellen dat adaptatie eigenlijk misschien wel de meest fundamentele eigenschap is van de hersenen. Wanneer we deze benadering toepassen op psychische aandoeningen, dan kunnen we een interessante tweedeling zien. Bij elke aandoening kunnen we ons afvragen, is er hier sprake van een defect? Dus is er iets kapot? Werkt het systeem niet zoals het hoort? Werkt de adaptatie niet meer? Of is het zo dat er een adaptatie is, een aanpassing, die wel werkt zoals die oorspronkelijk bedoeld was, maar in een omgeving niet het gewenste resultaat oplevert? Van beide zijn voorbeelden te vinden. Bijvoorbeeld de ziekte van Huntington wordt veroorzaakt door een genetisch defect en dat leidt ook tot psychische aandoeningen onder andere. Dus een duidelijk defect. Maar bij het merendeel van de stressgerelateerde aandoeningen is er eigenlijk geen duidelijk defect aan te wijzen. Een voorbeeld zou kunnen zijn spinnenfobie, waar een van mijn mentoren, de onlangs overleden Arne Eumann, heel veel onderzoek naar gedaan heeft. En hij liet zien dat bij spinnenfobieën, hij liet zien hoe mensen gemakkelijker angst leren voor bepaalde diersoorten, bijvoorbeeld spinnen. En dan specifiek voor die diersoorten die evolutionair gezien gevaarlijk zijn geweest voor mensen. Spinnenfobieën zijn natuurlijk een vervelende aandoening. Ze zijn eigenlijk vrij goed behandelbaar. Maar het is daarmee geen defect. Het is eigenlijk een adaptatie die werkt zoals die bedoeld was. Maar omdat in onze huidige omgeving die spinnen niet meer zo gevaarlijk zijn, levert die niet het resultaat op wat bedoeld was. En slaat dus de adaptatie om in een maladaptatie. Het is mijn stelling dat de breedste klasse van de affectieve stoornissen, de angststoornissen, depressie, stressgerelateerde aandoeningen dus, want die komen voort uit blootstelling aan stressvolle ervaringen gedurende de levensloop, dat deze aandoeningen vooral maladaptaties zijn en geen dysfuncties. Een voorbeeld kan zijn bijvoorbeeld dat vroeg kinderlijk trauma, waarvan we weten dat het sterk gerelateerd is aan latere ontwikkeling van angststoornissen, eigenlijk gezien kan worden als een adaptatie aan een gevaarlijke omgeving in de kindertijd, die later omslaat in maladaptatie, omdat het systeem ingeregeld op een gevaarlijke omgeving niet meer goed functioneert wanneer je later leeft in een veilige omgeving. Zo stelde Randolph Nesse ook al in het jaar 2000 de volgende vraag: is depressie niet ook een adaptatie? En zijn antwoord was: depressie is eigenlijk een aanpassing aan een omgeving waarin het niet loont om te investeren in werk of in relaties, omdat het is gebleken dat het niks oplevert. Dus het onderscheid tussen maladaptatie en dysfunctie zegt op zich niks over de ernst van een aandoening en ook niet of die behandeld moet worden. Maar wat ik ermee wil duidelijk maken is dat we moeten proberen om het proces te begrijpen, omdat alleen het begrip van het proces kan leiden tot inzicht in de juiste aanknopingspunten voor interventies om een patiënt te kunnen helpen. Onder druk wordt alles vloeibaar. Adaptatie via epigenetica, dus verandering in genetische expressie, plasticiteit van synaptische verbindingen in de hersenen, veranderingen in grijze stof in de hersenen, in witte stofbanen, in functionele netwerken. Het zijn de meest fascinerende eigenschappen van de hersenen. En het is druk uit de omgeving, druk van de psychologische kant, die dit op gang brengt. Dus druk, oftewel stress, is de drijfkracht van adaptatie op hele korte termijn en op de hele lange termijn. En de sleutel voor het begrijpen van stressgerelateerde aandoeningen ligt dus in het begrijpen van
het proces van hoe blootstelling uiteindelijk leidt tot adaptatie, en tot maladaptatie. En daarom richt mijn onderzoeksprogramma zich op dit thema. In het komende deel wil ik een aantal voorbeelden geven van ons onderzoek. Onderzoek naar de stressrespons gaat terug tot deze onderzoeker, Hans Selye, een Hongaars-Canadese endocrinoloog. Werkte vooral in Montreal. En hij publiceerde in 1936 in het tijdschrift Nature een artikel over het algemeen adaptatiesyndroom. En hij liet daarin zien hoe een verscheidenheid aan daadwerkelijke of ingebeelde bedreigingen voor de homeostase van een organisme leidt tot één vaste ketting van reacties. Wat we nu de stressrespons noemen. Dus een evolutionair geconserveerde reactie. We zien heel erg vergelijkbare reacties in allerlei soorten dieren. En Selye stond hiermee aan de wieg van een onderzoeksprogramma dat zich nu uitstrekt over meerdere decennia. Het heeft een gedetailleerd inzicht gegeven in wat we ook wel de symfonie van stress noemen. Dat is hoe Marjan Jewels, een van de vooraanstaande onderzoekers in Nederland op dit gebied, dat noemde. Een partituur vol met reacties, van heel snel tot heel traag, allemaal leidend tot een optimale aanpassing van het individu aan wat er in de omgeving gebeurt. En zowel op lichamelijk vlak als op psychisch vlak. Volledig geïntegreerd. De afgelopen 16 jaar heb ik binnen het Donners Instituut heel veel onderzoek gedaan naar de effecten van die stressrespons op de hersenen. En veel van dat onderzoek heb ik gedaan met Guillén Fernandez hier. Dus we hebben gekeken hoe die neurosymfonie van stressreacties effecten heeft op specifieke hersengebieden die eerst bekend waren in dieronderzoek. En dat bleek inderdaad te kloppen. We zagen die gebieden inderdaad ook veranderen in mensen, maar we deden ook een fascinerende ontdekking. Die gebieden bleken niet alleen te staan, maar ze bleken verwoven te zijn in grote netwerken die zich uitstrekken over het hele brein. Hier zien we één voorbeeld. We noemen dit wel het Zenins netwerk, wel het netwerk wat reageert wanneer je onder stress staat. Dus dit gaat omhoog. Acute stress lijkt dus op hele korte termijn onmiddellijk eigenlijk een soort harde reset te geven aan je hersenen, aan de netwerkverbindingen in je hersenen. Dit netwerk gaat omhoog en het balanceert ook in zodanig dat een ander netwerk, wat we het controlenetwerk kunnen noemen, tegelijkertijd naar beneden gaat. Dus die twee houden elkaar in balans. En wij zoeken naar de mechanismes die daaronder liggen en in de jaren daarna en nog steeds doen we onderzoek naar de rol van verschillende neurotransmittersystemen, noradrenaline, dopamine, in het veroorzaken van dit soort verschuivingen binnen de hersenen. We zien ook dat dit zich weer om kan keren. Dus een uur later ongeveer zien we een omkering waarbij onder invloed vooral van het stresshormoon cortisol er een dempening komt op deze systemen. Dat stresswerk naar beneden gaat en het andere netwerk zich weer herstelt. Dus die hele symfonie van de stressrespons voorziet ook in een systeem dat ons actief weer tot rust brengt na blootstellingen aan stressoren. Dus die neurochemische veranderingen die zijn, acteren eigenlijk als een soort dirigent in onze hersenen, die het tempo kunnen bepalen, omhoog naar allegro, naar presto als we in de stressfase zitten en weer terug naar lento om weer tot rust te komen uiteindelijk. Het is de dynamiek van deze systemen die zo belangrijk is voor het functioneren van ons stresssysteem. Die harde resets die zorgen ook voor veranderingen in psychologische functies die we kunnen observeren. En wat we dan merken is dat mensen beter worden in taken waar ze heel snel op dingen moeten reageren. Nou kun je je afvragen, heeft dat nut? Dan kun je hier even naar kijken. Die systemen zorgen ervoor dat we heel snel onze aandacht kunnen herfocussen op iets wat heel erg belangrijk is op dat moment. Daar heel snel op kunnen reageren. En daarmee dus in noodgevallen levens kunnen redden. Aan de andere kant kunnen dit soort verschuivingen ook leiden tot wat wij ervaren als blackouts. Kijk, naast elkaar staan of tegenover elkaar staan, dat is allemaal tot je dienst.
Maar uiteindelijk, ik moet even, waar was die tweede voorbeeld? Carolien! Het kan er dus voor zorgen dat je volledig de draad kwijtraakt als je in een stressvolle omgeving, zoals een televisiedebat, misschien nog iets erger als vandaag hier, voor mij, een verhaal moet vertellen. Goed. Opnieuw dus een voorbeeld van een adaptatie die werkt eigenlijk wel zoals het systeem bedoeld had, maar in die omgeving niet het gewenste resultaat heeft, omdat de omgeving een andere eis stelt aan het individu dan wat het systeem oorspronkelijk had verondersteld. Kunnen we nu trainen om die resets beter onder controle te houden? Dat is onderzoek dat we op dit moment doen. Dit wordt in mijn groep geleid door Florian Krause. Wat we daarin doen is het volgende. We leggen deelnemers in een MRI-scanner. We meten hun netwerkactiviteit. Dat analyseren we onmiddellijk. En we verzorgen dan een terugkoppeling naar de deelnemer in de scanner. Die krijgt via een plaatje te zien hoe zijn eigen netwerken reageren op dat moment. En we vragen mensen om dan strategieën te ontwikkelen om te proberen dat onder controle te houden. En mensen gaan allerlei dingen doen dan. Sommigen gebruiken een soort mindfulness-achtige trainingen. Sommigen gebruiken rekentaken. Maar eigenlijk kan bijna iedereen dit. En wat we daarin laten zien is dat mensen ook onder stress dan beter zijn om die netwerkresets die we zien, dus die harde resets die we zien, beter onder controle te houden. En we hopen dat dit in de toekomst gebruikt kan worden in interventies. Daar zal ik later nog meer over vertellen. Het fenomenele aanpassingsvermogen van het brein zien we ook op iets langere tijdschaal, namelijk in het geheugen. Het geheugen als geen andere functie definieert eigenlijk onze identiteit. Zonder herinneringen hebben we geen identiteit. En zonder identiteit hebben we ook geen zingeving. En zitten we doelloos gevangen in het hier en nu. Bijvoorbeeld uitgebeeld in de film Memento van Christopher Nolan. Met het geheugen kunnen we een autobiografie van onszelf schrijven, maken. Maar dat is eigenlijk niet de functie van het geheugen. De functie van het geheugen voor de hersenen is het voorspellen van de toekomst. Dus we moeten patronen kunnen herkennen die generaliseerbaar zijn naar nieuwe situaties. En de capaciteit van ons geheugen is beperkt. Dus ons geheugen moet ook selectief zijn. We moeten irrelevante details kunnen vergeten. En we moeten beter in staat zijn om grote lijnen te reproduceren dan om die specifieke details te kunnen snappen en kunnen reproduceren. We merken het niet, want het geheugen lijkt eigenlijk voor ons te werken als een soort videocamera die ons hele leven opneemt. Maar eigenlijk is het geheugen beter te vergelijken met een afgemonteerde film. De belangrijkste scènes worden behouden. En uit die belangrijkste scènes reconstrueren wij eigenlijk het narratief, het verhaal van onze autobiografie. Opnieuw speelt de stressreactie een ongelooflijk belangrijke rol in dit proces. We weten dat de neurotransmitters en stresshormonen die vrijkomen tijdens stressreacties een hele belangrijke sturende rol hebben in het verhogen van de plasticiteit van het brein en dus het leren kunnen sturen. Als het ware bepalen die neurotransmitters en hormonen dus welke scènes er in de montage behouden blijven. We hebben geleerd in ons onderzoek dat we op basis van, of met behulp van die stresshormonen, onze aandacht selectief kunnen richten op bepaalde dingen. En dat we ook selectief bepaalde herinneringen kunnen stabiliseren. Dus synaptische verbindingen tussen neuronen kunnen versterken. Dat kan ook met terugwerkende kracht. Dus wanneer je gestrest bent nadat je iets geleerd hebt, worden herinneringen van daarvoor ook sterker. En dan specifiek ook die herinneringen die later belangrijk lijken te zijn. Hormonen spelen ook een hele belangrijke rol in de vorming van traumatische herinneringen. Dus herinneringen die over de tijd heen na een trauma steeds opnieuw, vrijwillig of onvrijwillig, opnieuw opgehaald worden, leiden tot herbelevingen, tot stressreacties. En een vicieuze cirkel die uiteindelijk leidt tot het sterker en sterker overstabiliseren van die herinneringen. Herinneringen generaliseren steeds meer over de tijd, ze worden minder precies. En ze voelen voor de patiënt nog steeds even levensecht. Ze zullen zeggen, het is alsof ik het nu weer opnieuw meemaak.
En ook zien we verschuivingen in de hersenen die daarmee te maken hebben. Dus we zien dat eerst herinneringen afhankelijk zijn van diepgelegen structuren als de hippocampus en later zich verspreiden door de hele cortex heen. Opnieuw zien we hier dus een adaptatie, een geheugen wat selectief moet zijn, wat op zich werkt zoals bedoeld, maar zijn nut verliest omdat door die vicieuze cirkel van versterking eigenlijk een situatie ontstaat die niet meer nuttig is voor de patiënt. En dus uitmondt in pathologische angst en kan uitmonden in een posttraumatisch stresssyndroom. Posttraumatische stresssyndromen worden behandeld met traumagerichte therapieën, exposure-therapie meestal. En in veel gevallen is dat effectief, maar in veel gevallen laat die effectiviteit ook te wensen over en is er vaak sprake van terugval. En een van de belangrijke vragen van de kliniek aan de neurowetenschap, aan ons dus, is hoe kunnen we nou terugval voorkomen in de behandeling van dit soort stoornissen? Dus wij onderzoeken dit in experimentele modellen waarbij we testen, vaak in gezonde vrijwilligers, hoe mensen veiligheidsherinneringen aanmaken, dus angsten kunnen afleren, en hoe we dat kunnen versterken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld onderzoek waarbij we kijken of toediening van het stresshormoon cortisol, misschien paradoxaal genoeg eigenlijk, kan leiden niet alleen tot versterking van traumageheugen, maar ook tot versterking van veiligheidsleren en dus gebruikt kan worden in klinische toepassingen. En misschien wel specifiek in mensen die te weinig van het hormoon van zichzelf hebben. En dit is onderzoek wat we op dit moment doen met GGZ-instellingen hier in de regio, met ProPersona. Misschien wel het duidelijkste voorbeeld van hoe stress leidt tot adaptatie zien we in studies naar chronische stress. Chronische stress definiëren we als blootstellingen aan stressoren over langere periodes, van weken tot maanden, soms jaren. En dit onderzoek heeft geleid tot een van de meest fascinerende bevindingen, wat mij betreft, in de geschiedenis van het onderzoek naar stress. En dat is namelijk dat we structurele veranderingen zien in de hersenen. Als we weer kijken naar die netwerken waar ik het eerder over had, dan zien we dat bijvoorbeeld dendritische vertakkingen, dus verbindingen tussen neuronen in de amygdala, een belangrijk onderdeel van dit netwerk, sterker worden na periodes van chronische stress. En aan de andere kant in dat andere netwerk is in controlesystemen die vertakkingen juist minder worden. Dus wat we zien is niet alleen functieverandering, maar ook verandering in de structuur. Dus niet alleen de software, maar ook de hardware verandert. We gebruiken vaak in de psychologie de metafoor van de computer. En hier blijkt dus dat die metafoor eigenlijk niet meer opgaat voor dit soort processen. Een computer verandert niet naar aanleiding van gebruik. In ieder geval niet structureel. Dat is niet de bedoeling in ieder geval. In de hersenen zien we dat wel. En we zien dus dat door plasticiteit de hersenen zichzelf reorganiseren en anders gaan functioneren, dus na verloop van tijd. En in die zin werken hersenen fundamenteel anders dan een computer. We weten ook dat de impact van chronische stress heel erg afhankelijk is van het tijdstip wanneer die ervaringen worden meegemaakt. Dus we zien dat genen bepalend zijn voor een deel hoe wij reageren op omgevingen. En de interactie tussen genen en omgeving uiteindelijk bepaalt hoe ons stresssysteem wordt ingeregeld en uiteindelijk bepalend zijn voor onze mentale gezondheid. En we weten daar van dit onderzoek dat vooral in de vroege kindertijd er een heel gevoelige fase is waarin er een grote impact is van blootstelling aan stressoren. Dit leidt tot epigenetische veranderingen, dus de mate waarin genen aan- en uitgeschakeld worden. En we zien dat bijvoorbeeld terug in receptoren voor stresshormonen in de hersenen. Het zou dus zo kunnen zijn dat vroege jeugdtrauma leidt tot een ontregeling van ons stresssysteem. En dat hebben we laten zien, ook kort geleden in recent onderzoek wat wij zelf gedaan hebben, waarin we zagen dat mensen met zelfs een milde vorm van vroegkinderlijk trauma al verlagingen kunnen laten zien in stresshormonen, dus ontregelingen in dat systeem, die ook gepaard gaan met een overmatige reactie wanneer we mensen blootstellen aan stresstests.
Een ander voorbeeld van lange termijn effecten van stress onderzoeken wij in samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht met een groep van Manon Benners. En met haar groep kijken we naar extreem vroeg geboren kinderen, dus die geboren zijn voor 28 weken. Die liggen in het WKZ op de neonatale IC en ondergaan daar om medische redenen uiteraard allerlei stressvolle procedures. En we kunnen dus de vraag stellen, zorgt die vroeggeboorte en de ontwikkeling buiten de baarmoeder en die blootstelling aan stressoren, zorgt dat uiteindelijk voor veranderingen in ontwikkeling van hersensystemen en stresssystemen ten opzichte van voldragen kinderen? En voorlopige analyses die we daarmee hebben gedaan laten zien dat sommige van de functionele netwerken waar we het eerder over hadden, en zeker degene die reageren op stress, ex utero versnelde ontwikkeling laten zien. Blootstelling aan stress heeft niet alleen effecten na de geboorte. Het is ook bekend dat tijdens de zwangerschap er al effect kan zijn van blootstelling aan stressoren. Bij de moeder dus. En dit onderzoeken wij samen met een onderzoeksgroep in Rwanda. In Rwanda, misschien dat jullie het weten, heeft in 1994 de meest grootschalige genocide plaatsgevonden sinds de Tweede Wereldoorlog. En deze groep in Rwanda doet onderzoek in moeders die zwanger waren tijdens die genocide en hun kinderen. En deze kinderen en moeders vergelijken wij dan met moeders en kinderen uit een buurland, Burundi, waarbij die blootstelling niet heeft plaatsgevonden. We ondersteunen lokale onderzoekers daar in het doen van onderzoek naar geheugenfunctie bij mensen met een posttraumatisch stresssyndroom. Posttraumatisch stresssyndroom komt ongelooflijk veel voor in Rwanda. De prevalentie daar is 30%, dus ongeveer 4 keer zo hoog als het in Nederland is. Dus we kijken naar geheugentests om neurocognitief functioneren te onderzoeken. En we kijken ook naar de effecten van blootstelling aan trauma tijdens die zwangerschappen op epigenetische veranderingen. En wat we daar zien is dat er indicaties zijn dat de veranderingen in genetische expressie inderdaad een rol kunnen spelen bij de transgenerationele overdracht van psychische aandoeningen, zoals posttraumatisch stresssyndroom. Geachte toehoorders. Onder druk wordt alles vloeibaar. Ik heb vandaag een overzicht gegeven van hoe de hersenen zich op allerlei manieren aanpassen. Processen op tijdschalen van milliseconden tot de levensloop en misschien zelfs over generaties heen. En ik heb betoogd dat het aanpassingen zijn en niet zozeer defecten. Die leiden tot maladaptatie bij wanneer de eisen van de omgeving anders zijn dan het systeem had verondersteld. Dus we kunnen dan de vraag stellen, leidt blootstelling aan stress altijd tot negatieve gevolgen? En in het laatste deel van mijn lezing wil ik dit beeld graag nuanceren. Veel mensen ontwikkelen stressgerelateerde klachten en aandoeningen na blootstelling aan stress, maar lang niet iedereen. Heel veel mensen blijven gewoon gezond functioneren. Dat betekent niet dat ze inert zijn, dus helemaal niet reageren. Veel mensen hebben korte periodes van mentale klachten, gevolgd door een terugkeer naar normaal functioneren. En sommige mensen worden zelfs sterker. En dat noemen we veerkracht. Het vermogen om terug te komen na een periode van tegenslag. Veerkracht staat breed in de aandacht in de hele maatschappij tegenwoordig. Maar in de mentale gezondheid in het bijzonder. En zo zijn er onlangs 2 leerstoelen ingesteld op het gebied van veerkracht. In Leiden, Anne-Laura van Harmelen. En in Amsterdam, Christian Vinkers. Op de psychologie en de psychiatrie van veerkracht. En het is de uitdaging voor mijn vakgebied, de cognitieve en affectieve neurowetenschappen, om bij te dragen aan deze ontwikkeling. Dus om te proberen te snappen hoe veerkracht werkt op het niveau van de hersenen. Dus we weten steeds meer over hoe hersenen
veranderen onder invloed van stress? En dan kunnen we de vraag stellen, kunnen we dan ook voorspellen of iemand veerkracht zal vertonen wanneer die blootgesteld wordt aan stressoren? En wat verandert er in de hersenen van mensen die sterker uit periodes van stress tevoorschijn komen? Het probleem hier is dat als we achteraf mensen onderzoeken, we eigenlijk nooit kunnen achterhalen of we te maken hebben met voorspellende factoren, dus die er al waren, of juist veranderingen die het gevolg zijn van blootstelling. En daarom moeten we mensen eigenlijk volgen over de tijd. En dat noemen we longitudinaal onderzoek. Wij doen op dit moment een soortgelijk longitudinaal onderzoek. In een Europees samenwerkingsproject gefinancierd door de EU. En we kijken daarbij naar gezonde vrijwilligers die een bepaalde kwetsbaarheid hebben voor het ontwikkelen van psychische aandoeningen. In 5 steden verspreid over Europa volgen we die mensen intensief. Ze brengen hun hersenen in kaart met behulp van beeldvormende technieken. We kijken naar genetica, we kijken naar neuropsychologische tests, naar allerlei bloedmaten, allerlei biologische maten die we kunnen bepalen bij deze mensen. En vervolgens gaan we ze over de tijd volgen, terwijl ze gewoon hun normale leven vervolgen. We maken daar gebruik van draagbare sensoren en smartphones, waarmee we stressreacties in het dagelijks leven kunnen meten. Die zal ik zo even laten zien. En om de 2 weken krijgen ze vragenlijstjes waarin we bijhouden hoe hun mentale gezondheid ervoor staat. Dus vragenlijstjes vullen ze in met behulp van een smartphone die af en toe afgaat. Vullen ze snel een vragenlijstje in. En we meten met behulp van draagbare sensoren de fysiologische stressreacties in hun dagelijks leven, terwijl ze gewoon met hun leven doorgaan. Dit geheel van meten van allerlei karakteristieken van biologie tot psychologie tot functioneren in het echte leven noemen wij diepe fenotypering. Dus het diep iemand leren kennen en proberen te snappen hoe iemand zich ontwikkelt over de tijd. Daarvoor hebben we geavanceerde wiskundige modellen nodig en kunstmatige intelligentie om uiteindelijk te kunnen voorspellen hoe die ontwikkelingen zich zullen voltrekken. Maar daarmee kunnen we de ontwikkeling van mentale gezondheid in relatie tot blootstelling over de tijd modelleren met het doel om daaruit factoren te identificeren die voorspellend zijn voor veerkracht. Dus die voorspellend zijn of iemand al dan niet problemen gaat vertonen over de tijd. En dat heeft dan het volgende doel. Namelijk als we identificeren welke factoren van belang zijn voor veerkracht, en we kunnen observeren dat iemand die factoren in meer of mindere mate heeft, dan hebben we targets waar we onze interventies vervolgens op kunnen richten. En dit doen we ook in het Europese consortium. Dus we volgen in een langdurige studie over een langere periode mensen waarbij ze interventies krijgen, nu een soort oefeningen die ze op een smartphone kunnen doen. En die oefeningen die worden getriggerd door de gegevens die we binnenhalen van de sensoren waar ze mee rondlopen en de vragenlijstjes die ze invullen op hun smartphones. We noemen dit just-in-time adaptive interventions met een moeilijke term. En dat betekent dat we interventies kunnen doen precies op het moment dat dat nodig is en dat het nuttig is voor een persoon. Dus enorm uitdagend. We hebben daar een IT-systeem voor gebouwd wat al die data die datastromen kan verzorgen. En die interventies dus ook kan triggeren. En ik heb er onlangs ook een subsidie voor gekregen van het NWO talentprogramma Vici voor een vervolg, waarbij we ook neurocognitieve interventies op deze manier gaan toepassen, op basis van de trainingen die ik eerder heb laten zien. Opnieuw dus om op de momenten dat mensen stress ervaren, de juiste vaardigheden aan te leren en mensen ook te leren dat ze die momenten herkennen waarop ze die vaardigheden kunnen toepassen, zodat ze het later zelf kunnen doen. Nou, waarom is het onderzoek nou zo belangrijk? Ik zie het onderzoek wat wij doen aan de neurale en de fysiologische basis van veerkracht eigenlijk nog echt als pionierswerk. Het is fundamenteel onderzoek wat op termijn een grote impact zou kunnen hebben op de geestelijke gezondheidszorg.
En ik wil dat graag nog even duidelijk maken met een toekomstbeeld, wat misschien over een jaar of 10 realistisch zou kunnen zijn. Ik stel jullie voor aan Sam. Sam is geboren in 2019. Dat is een paar jaar later nu. Toen hij 1 jaar oud was, brak er een pandemie uit. Zijn vader werd ziek, kreeg long covid. Het had grote impact op zijn gezin en zijn ouders gingen uit elkaar. Het ging lange tijd goed met Sam. Maar toen hij 16 werd, ging zijn eerste relatie uit. En begon hij een divers beeld te laten zien. Hij kreeg last van somberheid, van negatieve gedachten, eenzaamheid, maar ook soms angst en soms boosheid, frustratie. En dat maakt zijn ouders bezorgd. Is dit misschien een normale fase in de adolescentie of is er meer aan de hand? Moeten we echt hulp gaan zoeken? In overleg met zijn ouders komt Sam terecht op een online platform wat net is opgericht. En daar kan hij anoniem praten over zijn problemen. En via dat platform meldt hij zich aan voor een nieuw preventieprogramma. Wat recent is opgericht door GGZ-instellingen in samenwerking met zorgverzekeraars. En als onderdeel daarvan neemt hij deel aan een uitgebreide batterij van tests die bij hem gedaan worden. Een beetje zoals ik eerder al vertelde. Dus er wordt hersenactiviteit gemeten, neuropsychologische tests gedaan, allerlei biologische maten afgenomen. En hij krijgt een app op zijn telefoon, hij krijgt een smartwatch. En daarmee worden allerlei lichamelijke signalen gemeten. Dus de dynamiek van zijn stressreacties, zijn slaappatronen. Vervolgens zorgt dat systeem ervoor, op basis van een model met kunstmatige intelligentie, dat er een risicoprofiel opgesteld kan worden. En het model geeft aan dat hij een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van depressie of angststoornissen. Het model staat nu ook toe om verschillende interventies te simuleren in een soort digitale tweeling van Sam. Dus de digitale tweeling in de computer wordt blootgesteld aan allerlei verschillende soorten interventies. En de uitkomsten daarvan komen dus ook uit dat systeem. En daaruit kunnen we aflezen welke soorten interventies meer en minder effectief zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld farmacologische behandelingen blijken minder effectief te zijn volgens het model en andere dingen misschien wel. En er wordt hem een aantal dingen aangereikt. En Sam kiest vervolgens een van de interventies die het best bij hem past. Hij kiest voor een digitale vorm van cognitieve gedragstherapie die aangeboden kan worden op zijn telefoon, waarmee hij leert om zijn negatieve gedachten over de tijd heen steeds verder te herinterpreteren en daarmee te veranderen. Hij leert die oefeningen te doen en hij leert ook de signalen te herkennen wanneer hij dat moet doen. In totaal is hij 1 jaar betrokken in dit programma. Daarna heeft hij de vaardigheden verzameld om met meer veerkracht in het leven te staan. Een aantal jaar later wordt zijn moeder langdurig ziek. Sam maakt opnieuw een moeilijke periode door. Maar nu is hij beter gewapend en is hij ook beter in staat om na verloop van tijd zijn leven weer op te pakken. Tot slot. Geachte toehoorders. Iedereen hier heeft zelf of in de directe omgeving klachten van stress gezien, meegemaakt, psychische aandoeningen gezien, depressie, angststoornissen, verslaving, psychoses, posttraumatische stressstoornis of oorlogstrauma's die generatie op generatie doorgegeven worden. De trends zijn stijgend en niet dalend. We leven in onzekere tijden. We zijn misschien niet de eerste generatie die dat zegt. Maar er zijn grote uitdagingen voor ons. We staan aan het einde van een pandemie die eigenlijk geëvolueerd is van een medische noodsituatie naar meer een mentale gezondheidscrisis. We zien instabiliteit in de wereldorde.
We zien een dreiging van steeds verdere escalatie in de oorlog in Oekraïne. Mogelijk stromen vluchtelingen, gevolgen van klimaatverandering. Een kettingreactie van instabiliteit, economische achteruitgang mogelijkerwijs. En opnieuw vluchtelingenstromen. Er wordt misschien wel meer dan ooit gevraagd van ons aanpassingsvermogen. Ik hoop dat ik vandaag in ieder geval een optimistisch beeld heb geschetst van het aanpassingsvermogen van het menselijk brein. Onder druk wordt alles vloeibaar, heb ik gesteld. De stressvolle levenservaringen zijn de drijvende kracht achter het aanpassingsvermogen van ons brein, ten kwade, maar zeker ook ten goede. Het is dé grote uitdaging voor mijn vakgebied en mijn leerstoel in het bijzonder, om de kennis te ontwikkelen, om daadwerkelijk impact te hebben in het verbeteren van mentale gezondheid. En die uitdaging ga ik met heel veel plezier en genoegen in de komende jaren aan. Tot slot wil ik nog opmerken wat hiervoor nodig is in de komende jaren. We moeten focus verleggen van behandeling naar preventie en naar het individu. Dus we moeten ons richten op persoonsgerichte individuele preventie. Daarvoor is fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nodig, een fundamenteel wetenschappelijke basis. We moeten begrijpen hoe ontwikkelingsmechanismes van mentale gezondheid werken. Hiervoor zijn longitudinale studies nodig, met diepe fenotypering op verschillende verklaringsniveaus, verschillende tijdschalen, in combinatie met complexe mathematische modellering en kunstmatige intelligentie. Dit alles moet translationeel aangepakt worden. Dat betekent geïntegreerd vanaf dierexperimenteel werk tot humaan experimenteel werk tot patiëntgebonden onderzoek. Het onderzoek moet ook interdisciplinair uitgevoerd worden, niet door individuen, maar door teams van experts in verschillende velden. En tenslotte is ook samenwerking buiten de academie van essentieel belang om dit tot een succes te maken.